Naast de televisiering, maar jullie gaan het gewoon nog een keertje proberen. Vanaf morgen zijn ze namelijk weer op tv te zien met het tweede seizoen van hun real-life soap, De Bevers. In deze boeiende serie volgen we het turbulente leven van ringgenomineerde en volkszanger John De Bever! Dat zeg ik. En zijn grote liefde Kees. Wippie, als je nootjes eet in bed, die nootjes eruit. Er liggen gewoon nootjes in bed, omdat hij nootjes eet. Dan lig ik zo in bed en dan denk ik, dan lig ik gewoon in die harde kroephoek. Die hete kroephoek, die zit gewoon in mijn rug. En het is geen grapje hoor, ik lieg echt niet. Kijk, hier liggen nood bij mijn kant. Hij doet net of een heel Indische rijsttafel in bed ligt. Ja, wat ook zo is natuurlijk. Nou, hier blijkt allemaal weer uit dat jij echt de baas bent thuis. Maar, gelukkig. John, Frans Bauerenring, Jan Smittering, wat is er misgegaan? Nee, man, wij moeten wel blij zijn. Of nee, vrouw. Wij moeten wel blij zijn dat we met de laatste drie zaten. We hebben alle kijkers zoveel mogelijk laten stemmen. En iedereen dacht dat ik heel slecht tegen verlies kom. Kan ik normaal met voetballen. Ik maar weet het. Televisiering, nee. Even tot hier terecht te winnen. Ik dacht eigenlijk dat het jachtseizoen zou winnen. Omdat die een hele grote achterban waren. Dus ik heb een dag later verteld dat ik het niet eens was. Dat ik het eigenlijk niet voor een kloppen 70-30 was het present. Ja. En dan krijg je meteen dat je slechte verliezen bent. Nee, ik. Dik verdient even het hier verder het beste programma. En wij moeten heel blij zijn dat we de laatste drie zaten. Daar komt een dat we kapot gewerkt hebben, ons eigen. Want ik ben overal geweest om mensen stemmen alsjeblieft even op De Bevers. Ja, als we toch stemmen, dan, want heel veel mensen kenden de televisiering ook niet. Dus nou, dan, en die hebben gestemd. En daar zaten we de laatste drie. En van Kees vond ik het fantastisch, want het is net Sylvie Meis. Hij liep op die rode loper. Hij vond dat fantastisch. Nou, dat is toch geweldig mooi. Ja, maar Kees is in principe nu wel populairder dan dat jij bent. Ja, en ik ben er heel blij mee, want hij heeft 14 jaar... Ja, op tweede plan staan. Niemand kende Kees. En ik sta altijd op. Ja, het ging altijd over mij. Dus ik vind het heel erg leuk dat ze Kees nu leuker vinden dan mij. Dat is ook niet zo moeilijk. Maar ja, ik ben er trots op hem en hij doet het goed. Dus, en hij vindt het heel erg leuk. Nou, waar moet ik nog meer van zeggen? Ja, nee, dat is een en al liefde wat je nu aan het doen. Dat is ook weer overdreven. Kees, maar... Nee, helemaal niet. Jij bent hartstikke gek op hem. Maar Kees, jij bent echt een bekende Nederlander geworden. Hoe nou, ga je. Ja, dat wel. Valt wel mee, nee, dat is niet waar, Kees. Iedereen weet wie jij bent. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik geniet er echt van. Ik vind het leuk. Ik vind mensen allemaal lief tegen ons en aardig tegen ons. En leuke reacties en ook minder leuke reacties. Dus dan, dat kan bijna niet. Jawel, dat mag ook. Maar ik vind het echt leuk. Nou, ik zit gewoon hier. Ik zit gewoon bij jou aan tafel. Ik vind dat echt leuk. Ja. Ja, en met John, toen John niet bekend was. En toen kreeg dat liedje van die lach en niemand geloofde daarin. En, dus we hebben altijd gevochten. En toen mochten we de eerste keer naar een talkshow. En ik zit er gewoon na zes... Zo heb ik ze bijna allemaal gehad. Dus nou, heerlijk. Ja, blijf ik van genieten. Ja. We gaan even naar een scène uit de aflevering die binnenkort dan dus te zien is. Morgen, om precies te zijn. Dat is een opvallende scène met een onthulling. Ja, ik ken hem al, want ik heb hem al heel vaak gehoord van jou. Over je seksleven. Mijn seksleven? Oh jee. Nee, jouw seksleven. Oh jee. Dus ik ben de enige vrouw waar ik een keer seks mee heb gehad eigenlijk. Dus dat... Daar hebben we ook gruwelijk om gelachen samen. Hier, Cookie. Hier, kom hier, Cookie. Kom maar hier, kom maar. Hier. Cookie. Ja, toen waren we op stap geweest in Amsterdam en ik bleef er wel eens slapen. En toen zei ze, op ze van, Sean, zullen wij het eens een keer doen? Maar we waren allebei dronken. En ik hoor het te zeggen, jij ook? Ja. Ik zeg, ja, dat is goed, maar ik zag nog een half fles whisky staan. En ze gingen naar boven, ik denk, nou, dan drinkt hij hem gauw op. Nou, ik weet nog niet wat er gebeurd is, maar... Dat was ook meteen de laatste keer, ja. Ja, maar het is wel gebeurd. Arnie Schilder. En dan hebben jullie nu tv en dan pik je dit eruit. Ja, het is toch het meest plekmakende. Dat is mooie televisie. Dat vind ik al mooie televisie. Dat is 30 jaar geleden. Ja. Maar ik heb Arnie nog vaak gezien. En Arnie was gewoon een heel lieve meid. En Arnie heeft altijd slechte mannen getroffen, eigenlijk, wat dat betreft. En ja, ze is een vriendin van mij en dat is altijd zo gebleven. En ja, vandaar. En dat is één keer gebeurd. En ja, wij samen dan, maar dat zouden we niet vertellen. Heb je net zelf verhaal. Oh, nee. Ja, maar goed, om ons houden. Maar nee, buiten dat, nee, ja. Dat is gebeurd, dat mag je toch vertellen. Heeft ze zelf ook in het boek verteld, dus het is niet zo... Nee, het is geen geheim. Nee, het is geen geheim. Nee. En bij maar als het dan toch maar één keer is... dan heb je toch wel een hele leuke, lieve vrouw te pakken gehad. Ja. Ja, en Helene dan. Maar dat voor de hey. Heeft ze net zelf onthuld. Ja, Helene is ook... Die fakes. Helene. Jij hebt ook een real-life soap gehad, ja, dat Frans. Komt, wat ja. is de aantrekkingskracht daar toch van? Waarom wil je dat doen? Nou, het is wel een soort opstap, een soort springplankje van je carrière. En ik praat over 2010. Toen hadden wij een reality soap. En toen was het Zingende Sloper. En Nederland kende eigenlijk Frans-Duits niet echt. En het familiebedrijf kwam in beeld. Het gezin kwam in beeld. De loop van de carrière kwam in beeld. En eigenlijk wist bijna heel Nederland ineens wie Frans-Duits was. Ja. Zou je het nog een keer willen? Ja, ik zou het wel willen. Mijn gezin is er niet, die staat er niet zo heel erg voor open. We hebben al een keer een aanvraag gehad, vorig jaar. Toen heb ik gezegd, van, nou, laten we het doen. Alleen ik heb nu drie meiden. Die zijn 15, 16, 17. Ja, pap.
Ik vind het wel prima zo. Ja. Ik vind het al erg genoeg als wij door een petpark heen lopen... dat je niet jezelf kan zijn, min of meer. Ja. Dus, ja, en dat hebben jullie denk ik nu ook ervaren. Hè? Want je krijgt hele andere omgang met mensen. Ik niet zozeer. Ik ben vrij nuchter. Want ik natuurlijk met die lach... Ik bedoel het niet arrogant, maar ik was natuurlijk al bekend. En ik heb ook aan Kees gevraagd, het is naar Expeditie Robinson gekomen. Mm. En toen heb ik tegen Kees gevraagd, zei, Kees, vind ik het leuk? Ja, zei Kees, eerlijk, als ik het ooit moet doen, dan moet het nu doen. Want daar wordt het oud. Dus... En het neemt ook 2 jaar corona. Hè? De agenda was ook leeg. Dat is ook eerlijk. Mm-hmm. En dan krijg je zo'n aanvraag en denk je, ja, wij zijn er echt ingegaan met het idee van, nou, dit wordt toch nooit verkocht. Dit gaat het nooit worden. Nou, dus we hebben gewoon pilots opgenomen en uiteindelijk werd het wel. Dus het was na corona ook... Ja, het was gewoon fantastisch. Het zingen loopt weer, alles gaat weer. En... Maar vind jij het niet vreemd, Kees, hoe het nu op jullie gereageerd is? John is er gewend. Ja. Maar hoe ben jij dat? Nou, er zijn wel dingen dat je denkt van... dat mensen vragen, hoe is het met je oma? Dan zeg ik, ja, goed. Oma zou wel doodziek zijn, dat die dacht dat jullie de ring gingen winnen. Zou je dat soort dingen, snap? Dat je echt denkt, ja, mensen zijn echt met ons bezig. Waar gaan jullie op inzetten? Want qua kijkcijfers, dan moet het toch een beetje... Wij waren in het begin helemaal niet bezig met kijkcijfers... maar toen kwam Angela de Jong en die zei, ja, 300.000 kijkers. We hebben met terugkijken, want ik heb het gevraagd aan Peter van der Vos. Ik denk, als iedereen het nou zegt, ga ik het ook vragen. Ja. Dus er zijn meer dan 500.000 kijkers met terugkijken op RTL 5. Ja. En dat weet hij heel goed dat het heel goed is. Ja. En 300.000 kijkers op Videoland. Dus dat is best goed, 800.000 kijkers. Ja, maar je moet het niet gaan maken om kijkcijfers. Nee, we hebben het niet gemaakt voor kijkcijfers. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Ja, dat die televisie erin kwam, was ook kolder. Wij dachten dat ze ons voor de gek hielden. Mm-hmm. Nee, wij maken televisie en we vinden het leuk. En we zijn zoals we zijn. Ja. Want gisteren komt er nog een man tegen die zegt tegen mij... Ja, John, mag ik er slecht in een onderbroek uit de slaapkamer komen? Ik zeg, kom ik uit een driedelig pak uit de slaapkamer? Die staan er 's morgens op. Nee, wij zijn zoals ze zijn. Ik hoef ook niet na te denken. Die cameramensen hebben een sleutel van ons huis. Want als ze bellen, hoor ik het niet. Dus die hebben de sleutel en die komen gewoon binnen. En er zijn familie bij ons. En dat gaat heel goed. En ik ben zoals ik ben. Of ze vinden het leuk of vinden het niet leuk. Ja, en blijf mensen... zoals jullie en als je artiesten aan tafel hoort die zeggen... we zijn een jaar bezig geweest met een album opnemen... Nou, wij hebben laten zien dat je gewoon in 3 weken een album op kan nemen. Snap je? Dus mensen denken ook dat het heel glamorous is. Maar wij doen gewoon... Ze hebben echt gezien hoe het van hier begint tot daar. Nou moet ik wel zeggen, dat is leuke dingen. Nou moet ik wel zeggen dat ze mij iets te veel op de bank laten liggen. Ja, jongen, jij ligt heel vaak op de bank. Zo is het wel weer. De Bevers vanaf morgen, elke woensdag om 8:30. Is het nou al afgelopen? Te zien? Ja, dat gaat zo snel. Bij RTL 5. En een week vooruit kijken kan natuurlijk ook bij Videoland. Bedankt, jongens. Fijn dat jullie er waren. Nou, leuk dat we gaan nog even door, John. Dus blijf zitten, want we gaan het hebben over Kanye West. Weet je wie dat is? Wie? Kanye West? Ja, een zangeres, denk ik. Kanye West. Je weet het. Kanye West, de ex van Kim Kardashian. Oh.